Wat de heck is dit? Yo kijkers van Duffy Games, leuk dat jullie kijken naar het nieuwe aflevering van Hexit. Bedankt voor alle reacties en likes die zijn achtergelaten. Ik heb geen idee hoe ik ze allemaal ga behandelen, maar, of in ieder geval een aantal, maar goed. Eén falend ding, ik heb geen level meer en ik heb deze ook al in mijn inv. En dat kwam omdat ik het begin heb opgenomen zonder dat ik mijn microfoon aan had staan. Slim. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Ik heb op mijn scale, chestplate heb ik in ieder geval... Exodute of zoiets erop gezet. Het kost me 32 levels en ik heb nog wat keer ervan gerepareerd uiteindelijk. En we gaan nu onderweg weer naar de kastelen toe. Ik heb namelijk mijn shaman table bij me. En ja, we gaan gewoon daar verder met levelen. Aangezien er heel veel reacties zijn achtergelaten. Kijk, ik moet deze kant op. Heel veel reacties zijn achtergelaten over dat als ik dit skill gear heb, of skull gear, skull gear, uiteindelijk even denken, dat we dan naar een andere wereld kunnen gaan als wij een 2x2 gat maken en we doen daar water in, dat we dan naar een andere wereld kunnen of zo, een forest wereld of iets, en dan zit een hydra of zo, dus een koning draak of iets, dus maar goed mensen, tot zometeen. Op het moment dat je vliegt en bedenkt dat je bijvoorbeeld gewoon slash spawn kan doen dat je hier verstaat. Ja, het is niet altijd makkelijk om Cosmo te zijn. Goed, er zijn in ieder geval heel veel reacties achtergelaten mensen, nu even wat serieuzer. Ik scrolde heel snel eventjes doorheen om even een paar gewoon wat nog wat domme op te nemen. Ik heb ze natuurlijk allemaal van tevoren gelezen, alleen dat er zo zijn vergeten natuurlijk een aantal. Heel veel waren ook over dat ik mijn spawn bij mijn huis moet zetten en dan hier weer dit en daar weer dat. Ja, dat heb ik nu niet gedaan, het gaat ook niet werken. Ik heb natuurlijk mijn shaman table bij me, dus we kunnen nu gewoon hier enchanten. Iemand ook een tip achtergelaten als ik M deed en ik klikte dan bijvoorbeeld hierop en ik deed dan T, dat ik dan naartoe zou tippen. Alleen het staat, dat is disabled en het staat in map right.cfg. Als iemand het weet, moet ik dan in die map gaan en dit aanzetten of iets? Ik heb er echt totaal geen verstand van. Net als met mijn eigen server. Dylan fixt altijd de plugins. Ik heb daar zelf geen verstand van. Dus als het daar moet, laat alsjeblieft even weten in de reacties. En mensen het ook over aankunnen. Vind ik niet dat ik dat op mijn helm moest gaan zetten, dat ik langer onder water kon blijven. Dat is ook een goede tip. Donder, dat kon zijn van de Kingwalker, die kon boos op me zijn. Nog meer reacties over de 4x4 biome of zo dingen geval die we moesten maken. Iemand had ook over dat wij een shield op ons chestplate konden zetten, maar dat wilde dus niet. Misschien dat... Wat doe ik nou? Oh, nee! Oh nee! We hebben een FPS drop en wij zijn al ons shield kwijt. Nee, waar is die? Oh, hier is die. Kan ik die hier ergens zetten? Juist, dat kan wel, maar werkt die dan? Dat is natuurlijk de vraag. Ik weet niet of die nu werkt, maar goed, maakt ook helemaal niet uit. We gaan ondertussen gewoon door met reacties. Duffy, bij de grote zal de trap op de rest naar boven. Volgens mij is daar de koningskamer. Aha, kijk aan. Dan gaan we dat toch nog eventjes proberen. Hop, 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 hop. Maar ik heb toch nieuwe stafs? Ja, waarom doe je het dan niet? Oké, okay, goed. De vier moet bij de grote zaal de trap op en dan naar rechts. Volgens mij zit daar de koningskamer. Want die hebben... Ja, oké, maar die hebben we toch al geloot. Even kijken. De grote zaal en dan naar rechts. Daar is volgens mij de koningskamer. Ik had deze en dan naar rechts. Daar zit de koningskamer. Is dit dan de... Grote zaal dan naar rechts. Ja, maar er zijn verschillende soorten rechts. Nou ja, maakt ook helemaal niet uit. We gaan gewoon lekker door, mensen. Even kijken. Oh, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik heb natuurlijk mijn chocobomb in mijn inf. Nee, ik moet nou M hebben. Ik moet echt wennen aan die knopjes. Goed, wat we nu hebben gedaan is dit kasteel is gedaan. Dit kasteel is gedaan. Dit kasteel is gedaan. Dit kasteel is gedaan. En dit kasteel is gedaan. Ik zie hier een of andere rare tower waar ik best wel benieuwd naar ben waar ik naartoe wil gaan. En voor de rest moeten we dan, hebben we hier nog wat mob towers, gewoon puur om het XP te kunnen krijgen. Volgens hebben we hier nog een kasteel, hebben we hier nog een kasteel, hier en hier nog. Dus we hebben nog heel veel te doen op deze plek. En ik hoop dat we gewoon hier genoeg levels voor kunnen krijgen. Alleen, ik bedenk me nu één ding mensen. En daar word ik zelf niet vrolijk van. Ik heb mijn skill armor niet meegenomen hier naartoe. Dus we hebben nog steeds niks aan dat we hier een shaman table hebben meegebracht. Wauw. Nou ja, goed. Dan haal ik dat de volgende keer, haal ik het wel gewoon op. En dan dat bespaar ik jullie natuurlijk. Dat lijkt me vrij logisch. Dan gaan we eerst hier naartoe naar deze tempelachtig iets. Waarom stroomt hier water? What the heck is dit? Mag ik hier toortjes plaatsen?
Wat is dit? Oh nee. Ik heb iets gedaan wat ik niet moest doen volgens mij. What the heck heb ik gedaan? Au. Oké, wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Dit is een vervuile trap. Kom op, lasers. En jij gaat uit. Holy dang it. Een creeper spawner, een blaze spawner. Wat hebben we hier nog meer? Poison spawner, tuurlijk. En wat hebben we hier dan nog een keer? Nog een poison spawner. Wauw. Oké, Hexit, we zijn dit level. Oké, is goed. Holy banana. Even kijken, ik wil even wat troep op mijn int weggooien, want ik heb natuurlijk weer veel te veel van deze troep nu bij me. Oké, hier schrok ik wel een beetje van. Ik had dit niet verwacht. Ik zag het ook niet aankomen. Is er een goede loot in? Nee. Is dan weer jammer. Dit is gewoon echt troep wat hier dus in zit. Het heeft me meer tijd gekost om hier dit te doen dan wow. Oké. Kapot huisje, maar ik zag hier ook nog iets. Ik ben daar ook weer benieuwd naar. Het is gewoon dat je heel veel dingen ziet waar je benieuwd naar bent. Even kijken, dus deze kant op. Nog iets verder. Dat is hier ergens, toch? Ja, dat is hier. Even kijken, wat is dit? Is dit nou weer niks? Misschien dat ik hier de grond even iets in ga dat hier is. Nee, vast niet. Oké, dan goed. Dan zit hier dus niks. Dan gaan wij gewoon door, mensen, naar... Weet je, het is hier komt nu ook weer een huisje te staan waar ik ook gewoon heen wil. Het is gewoon, keer op keer wil je gewoon nieuwe dingen ontdekken. Kijk, wat is dit? Dit is een half dorpje. Achter iets. Is dit? Holy shit, ik schrik me kapot. Wat is gewoon een lag spike. Wow. Maar goed mensen, is dit wat ik denk dat het is? Is dit ons eerste heksenkopplantje? Wauw. Dat ik die ooit nog in Hexit had mogen vinden. Dat is toch bijzonder dit. Dit moment wil ik graag met iedereen van Duffy Games delen. Het was een heel belangrijk moment voor ons dat wij dit hebben gevonden. En wij gaan gewoon lekker door hier naartoe. Wat is dit? Iets zeg maar dat ik hier niet naar binnen moet gaan. Wat zit hier bij die trap? Oké. Hierachter zit glas. Wacht eens even. Ik moet eerst dit water gaan uitschakelen. Maar hoe ga ik dat op een handige manier doen? Door zoiets te doen en door zoiets te doen. Oké. Ik ben bang als ik hier iets wegmaai dat dan helemaal fout gaat. Maar ik kom hier om dingen vandaag. En ik denk van wat de heck is dit allemaal? Ik heb dit soort dingen nog nooit in Hexit gezien. Nou, voor mij zit hier verder niets bijzonders dan alleen maar dit. We zijn er weer uit. Ik vind het allemaal apart. Ik scroll ondertussen nog eventjes door mijn inveen. Duffy, gooi je troep weg. In je paarse backpack zit ook skill armor. Ik weet het. Dat heb ik daarin gedaan. Dat klopt. Dat is de M-optie. Super toffe video. Je doet het super goed. Nogmaals succes. Oké, dankjewel. Unbreaking 3, Protection 4, Respiration 3. Ja. De rare dimensie is makkelijk. 4x4 waterschors, een gele. Ah, hier een gele. Een rode bloem. En wat omheen random. En dan random dia erin gooien. Geen hexacom dia, maar een hoop. Ja, oké, gewoon een diamant erin pleuren. Ik kan set span doen, ja dat klopt. Hey Cosmo, een aflevering superleuk, maar kan je misschien wat anders doen dan kastelen? Ik snap dat je graag andere dingen wil zien dan een kasteel. Maar op het moment zijn we gewoon bezig puur om die levels te halen. Hoewel we deze aflevering nog geen kasteel hebben gehad. En ik zie daar ook een piramide in het testen, dus daar gaan wij nu heen. Zo simpel is het gewoon. We vinden nu ook gewoon andere dingen waar ik natuurlijk ook naartoe wil. Maar wat is dit nou weer dan? Hallo? Oké, dit is gewoon echt helemaal niks. Oké. Nou, dan gaan we hier ook maar weer snel uit. Ik bedoel, we moeten toch alles een beetje ontdekken. Maar goed, we hebben hier in ieder geval een kleine piramide waar ik wel benieuwd naar ben. We hebben ook neushoorns, dus dat is ook erg leuk. Zou deze piramide... Oké, er werd iets aangevallen, maar goed. Zijn deze piramides precies hetzelfde als op gewoon Minecraft? Nee. Fucking neushoorn, wat de fuck doe jij hier? Moeten we hier gewoon naar beneden graven of iets? Dat weet ik dus nou weer niet. Want dit is een piramide, dat snap ik, maar... Skeleton, wat de heck doe jij hier? Voor mij kan hier helemaal niks in een piramide. Voor mij zijn we gewoon gescampt. Je ziet ook nergens een ingang van zo'n piramide, dus...
Nou. Nee, volgens mij kunnen we hier helemaal niks. Nou goed, dan gaan we ook gewoon weer door, mensen. Vandaag is een soort van doorreis op Hexit. Wat is dit nou weer dan? Een random waterplekje. En er zit hier weer een tempelachtig iets. Oh, 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 oh. Maar goed, we gaan wel gewoon de andere kant op waar we vandaan kwamen. Want dit gaat anders niet opschieten. Even kijken, dan moeten we deze kant op, ja. Ik vind het allemaal heel interessant dat we allemaal zien. Alleen we hebben er op het moment gewoon helemaal niks aan. Of het is gewoon leeg of het is gewoon slechte loot. Oh, heb ik echt geen staf meer? Oké, de staf is nu echt kapot. Oké, goed. Dan gaan we gewoon het laatste stukje gewoon even lopen. Wat de heck is dit? Starpiece? What the fuck? Oké, mensen, what the fuck? Jullie hoorden dat geluid ook. Ik word niet gek. We vinden om een keer een star. Wat de heck kunnen we dan met een starpiece dan? Starstone. Hier hebben we allemaal starpieces voor nodig. Oké. Stardust. Starpiece. Starpiece. Dan heb je gewoon een starstone. En... Hè? Oké, mensen, ik sta hier echt van te kijken. In één keer stort hier iets neer. Ik denk dat dit heel erg lucky is dat we dit vinden. What the heck? Deze aflevering. Oh my. Oké. Wow, dat. Oké, nou ja, goed. We gaan nou dan maar gewoon hier naartoe. Naar een mop tower. Als mijn lag ook weg is. Nou goed, mensen, zoals jullie zien, ik heb heel erg lag op Minecraft. Ik weet niet hoe dat kan. Vandaag, maar het is gewoon absoluut niet chill. Je ziet, ik heb echt lage FPS. Ik begin alle kanten op te laggen. Ik hou het hier vandaag mee voor gezien. Helaas, het spijt me. Wat wil ik graag van jullie weten is, wat kan ik met een starpiece? En dit is toch wel weer het raarste ding wat wij in de aflevering hebben gevonden tot nu toe. Ja, ik weet niet wat ik hiermee kan. Misschien kan je hier helemaal niks mee. Maar laat hem alsjeblieft weten in de reacties. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Nogmaals, sorry voor de korte aflevering, maar per se laat het op het moment gewoon niet toe. Gewoon heet het lag en slow en alles. Vergeet niet die like niet aan te klikken. Vergeet niet op abonneren te klikken. Reacties kan je gewoon achterlaten. Als ik je reactie niet in de video behandel. Dat komt gewoon. Er worden nu over de 100 reacties achtergelaten. Het kan gewoon allemaal niet. Ik lees ze wel. Het is gewoon alles wat jullie doen, mensen. Later.